de toppen van een paar bomen weer begroeid zijn door de laatste tijd van de zonneschijn. En vandaag weer wat regen. En je zult het misschien niet herkennen, maar ik kom hier vandaag vanuit Kohan weer. Een plekje in de snelweg waar we één keer eerder zijn geweest vorig jaar. Ja, kijk, als ik nou hierheen loop, herken je nog wel, begonnen we daar zo. Ja, heel mooi jongens. En jullie zien dat alles weer begroeien. Het begint al langzaamaan een beetje donker te worden. Dus ik kan dan nog een mooi natuurfilmpje maken. Nou, heb je hier bijvoorbeeld brandnetels, zijn er ook alweer aangekomen. Kijk, heb je ze daar zo? Ja. En ik heb deze is mij verteld dat als je je adem inhoudt en je die brandnetel wil plukken, je daar geen last van krijgt, dan moet je het met je handpalmen doen. Kijk, zeg maar handpalmen, weet je wel. Ja, hartstikke goed joh. En pardon. En ja, heb je heel mooi. Dan zie je hier bijvoorbeeld ook weer overal paardenbloemen, weet je wel, van die gele paardenbloemetjes. Deze. En hier zo, en dit is Onton, dit. Onton. Dan heb je hier dat zootje weer, zeg maar. Ja. En vorige keer toen we er naast waren, waren er ook nog de maisvelden, maar die zijn er dan nog niet. Maar we kunnen er wel even heen lopen, is wel even leuk. Om even het land op te gaan als dat kan. Ik weet niet of dat mag hoor, maar we gaan gewoon even kijken. Hè. Kijk eens. We hebben wat meer licht. Hier wat brandnetels en zo. Ja. Heel mooi jongens. Dan heb je dat schootje, heb je hier een paar elsen daar zo. Hier zo, bij mijn vinger daar zo. Dat is natuurlijk ook heel mooi, hè, ja. Kijk, dan heb je daar de molen van Kohan. In de verte, jij ziet hem misschien niet zo goed, maar in de verte. Kijk, daar zie je hem wel, hè. Hier, daar zo, bij mijn vinger daar zo. Ja. Dan heb je hier allemaal maisvelden, er wordt nog geoogst waarschijnlijk. Loopt er even een stukje op. Het is alweer geoogst, kijk, ik heb het allemaal zien. Dan heb je hier de populiere boom, daar zo. Dat is een soort van eik, weet je wel, een eik, hè. Daar een boerenland. Ja. Hier heb je de snelweg. Dat vind ik goed, jongens. Ja, ik dacht, toch maar even met u van mij. Ik dacht, ik was nog even in de buurt en fietsen. En nu is het nog wel het licht, hè, dus kunnen we dat nog even doen. Ja, dan moet ik weer allemaal licht erbij halen en zo. En ja, is ook niet zoveel zin. Goed. Even kijken hoor, want ja, het valt ook niet zoveel te vertellen. Ja, hier heb je allemaal weer groene bomen. Hier is nog een beetje iets kaal, dat is ook een els. Nou, grote els, weet je wel. Nou ja, joh. Dan moeten we net de zon erop schijnen en zo, zeg maar. En, goed regenvallen. Nou, dan heb je nog een hele mooie horizon, zoals je ziet. Ja. Nou, de horizon is al een beetje weg, maar goed, even kijken hoor. De horizon is, achter de wolken, laat zo zeggen. Nou, dan heb je hier zo te, even kijken hoor. Nou, de snelweg, dus allemaal lampjes van ouders. Loop even een stukje terug. Ja, heel mooi jongens. Ja, dit is zeg maar vanaf Kohan, op de weg van Kohan naar Yogeshaal en dan weer andersom ook weer, zeg maar. Hè. Ja. Volg me natuurlijk ook even toe op Facebook en Huis via de Huis icoontje Huis en Facebook op mijn YouTube pagina. En wat je vooral moet doen is mij even abonneren hierboven even. Dat je mij even abonneert. Dat je op de hoogte van alle updates en zo. Ik zag dat nu alweer 85 abonnees zijn. Dat is misschien niet zo heel veel. Dat is redelijk veel is het natuurlijk. Maar het is ook niet echt zoveel en zo. En ja, dat was hartstikke mooi toch. Dus blijf ermee doorgaan en als we de 100 halen, dan zal ik nog een speciaal filmpje maken. Wat het wordt, zien we nog wel, daar ben ik zo nog niet over uit, maar dat komt goed. Nou, dan heb je hier nog van die stekeltjes planten dinges. Ja, hier zo. Ja. Heel mooi jongens hoor. Ja, ja. Ah, het is allemaal wel heel mooi weer als het weer de zomer weer is. Hè. Dan kun je binnenkort weer op vakantie. Nou, uitgaan is, kun je buiten doen, parties buiten en alles van alles. Hartstikke mooi natuurlijk. Noem maar op joh, wat je allemaal kan doen als het zomer is. Zo. Ja, het is heel druk op de regen en zo. Hier nog een paar mooie boompjes. Ja. Ja. Nou, laten we nog een heel klein stukje verder. Ja, ja, we gaan er zo weer van door natuurlijk. En dan de volgende keer zullen we weer een natuurfilmpje maken. Ik wil sowieso Zuid-Laren een keer pakken. Vreulemabok komt een keer weer aan de beurt. En Woudbloem, waar we eerder zijn geweest. En ik wil ook nog een keertje een natuurfilmpje maken in de stad. Ja, Winsum zijn we net geweest. Nou, in de stad wil ik ook nog een doen. Dat is het Droege Bos in Vinkhuizen. Dat is een heel mooi bos. Maar goed,
echt. Dat doen we later wel. En, we gaan eerst dit gewoon doen. Ik zie nog wel waar ik allemaal kom. Dat staat ook in elk geval gewoon op het programma. Nou, laatste blikje. Hier heb je een steen op dit plaat. Hier heb je een kleine bestjesboom. Komt allemaal nog weer terug. En rhododendrons, die zag ik daar ook ergens staan, weet niet zeker. Nou, ik wens jullie nog alvast een fijne hemelvaart en een fijne vakantie. Nou, ik bedoel niet vakantie, ik bedoel alvast een fijne avond en een fijne hemelvaart. Tot de volgende keer. Dag.